Ik let wel op hoor, maar ik heb ze nog niet gemist. Hezenleen, de omgeving, is in de ban van het verkeersbordenmysterie. Ik vind dat je toch een risico loopt als je essentiële verkeersborden weghaalt. Verkeersborden in het dorp worden volop gejat. Ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. Met bijvoorbeeld voorrangskruising of dat soort dingen. Dan kun je natuurlijk rare situaties krijgen en dat is natuurlijk een slechte zaak. Afgelopen week verdwenen ruim 20 borden in een zwart gat. En in de hele omgeving zijn er de afgelopen weken 200 borden verdwenen. Wie neemt hem weg? Jonge mensen? Oude mensen? Mensen die wil verzamelen? Dan moet je op zoek gaan naar die mensen. Of aha, 's nachts in een hoekje zonder iemand kan zien dat je bezig bent. Dan moet je gaan kijken. En daarom roept de gemeente iedereen op, woonachtig in deze regio, om vooral om zich heen te kijken. Want wie steelt nou die verkeersborden? Vragen over de diefstal, de oplossingen, verdachten, verdwijnen ze met of zonder paal, wil deze wethouder niet beantwoorden. Mijn toon is niet goed, dank u wel. De vragen zijn niet goed en hij is bang dat hij belachelijk wordt gemaakt. Wat krijg je nou van een paal? Daar krijg je niet veel voor. Dus ik wil zeggen, dat begrijp ik dan eerlijk gezegd niet zo goed. Dus nee. Paradijsvogel, handelaar in oud ijzer en plaatselijke beroemdheid Piet. Die dat doen, dat zijn verzamelaars. En het misschien één clubje die denkt van, oh, iemand gezegd, oh, dat is mooi, een verkeersbord, dat is mooi. En ja, die zijn misschien een vriendenkringsje en noem maar op. En ja, dan willen ze allemaal zo'n verkeersbordje. Dus dan wordt er van nergens meer. Nee, ik heb nog geen aanbieding gehad. Ja. Ik weet niet of het hier misschien een keer druk gaat worden op dit terrein. Maar dan zou ik misschien wel een paar borden kunnen gebruiken. Hè? Dus wie weet, ik hou mijn eigen dan nog wel aanbevolen. Maar ja, dan moet ik wel keuze hebben. Heb jij het gedaan? Ik? Ja, misschien wel, misschien niet. Nee. Het verkeersbordenmysterie van Hezenleende. Terwijl verkeerswethouder Jos van Bree in zijn vesting blijft zitten, spotten we wel politie bij het gemeentehuis. Heeft u de diefstal van de verkeersborden al opgelost? Nee, die heb ik nog niet opgelost. Heeft het prioriteit? Het heeft altijd prioriteit. Het verkeersbordenmysterie van Hezenleende. Wethouder Jos heeft uw hulp echt nodig. Ze doen wel de oproep, daar komt ze, dat je goed om je heen moet kijken in de gemeente Hezenleende, want voor je het weet is er weer een verkeersbord gejat. Heb je ze gemist? Nee, nog niet. Vandaag nog niet. Ik ben er niet veel buiten geweest. Mag ik even je kaartje? Dankjewel. Dag. Ik vind het herfst.